Wethouder Patricia van Aak, u heeft net bezoek gehad van de leden van de kindergemeenteraad. Hoe was dat bezoek? Nou ja, ze hebben echt een andere blik, heel onbevangen. En staan echt open eigenlijk voor alle ideeën. En juist die openheid, en dan krijg je natuurlijk een heel ander beeld bij wat de mogelijkheden zijn. En dat maakt het juist zo leuk. Dus het wordt heel praktisch, het wordt een beetje platter. En dan krijg je ook een heel ander gesprek. En ja, volgens mij bereik je daar zelfs nog zelfs meer mee. Dus dat is eigenlijk heel hartstikke leuk. Ja, ze zeggen soms wel eens, kinderen geven soms heel eenvoudige oplossingen voor moeilijke zaken. Ja, precies. Een mooi voorbeeld was, waarom moeten die auto's allemaal in de straat staan? Kun je ze niet gewoon buiten de wijk neerzetten? Ja, het is heel praktisch, maar eigenlijk is dat wel een van de oplossingen waar je naar moet gaan kijken straks. Want de wijken worden steeds drukker en voller. Dus ik snap hun oplossing en dat je ook dat soort gesprekken met elkaar moet voeren. Ja. Volgens mij waren ze ook goed geïnformeerd over waar ze over praten. Ja, daar sta je echt van te kijken. Je ziet echt dat de kinderen goed erop uit zijn gegaan. Echt de stad verkend hebben, maar ook een gesprek hebben gevoerd met verschillende mensen. Een mooi voorbeeld vond ik ook laaggeletterdheid. Ze hebben echt met onze ambassadeur gesproken van, joh, wat heb jij nou meegemaakt? En wat maakt nou dat je nu opkomt voor mensen met laaggeletterdheid? Nee, en dan weten ze ook heel veel. En ze snappen ook dat we daar echt veel aandacht voor moeten hebben. En ja, daar word ik wel heel erg blij van. Ja, want ik kan me voorstellen dat het voor de kinderen natuurlijk ook moeilijke materie is en dat politiek niet direct het eerste is waar ze interesse voor hebben. Nee, gelukkig denken ze nog helemaal niet aan politiek. Ze denken echt aan praktisch van, joh, dit is een probleem. Waarom lossen we het gewoon niet met elkaar op? En daar ga je heel veel informatie en de goede adviezen uit krijgen. En ik denk ook heel praktisch. En ja, dat laaggeletterdheid, werk meer met symbolen. Werk daar ook meer mee in de buitenruimte. En zorg ook dat je meer mensen bereikt door ze juist in de wijk te betrekken. Ja, dat zijn allemaal goede voorbeelden. En dan kan je zien dat ze goed gewerkt hebben en goed gekeken hebben wat er nodig is. Bij me staat Kai de Vette van de Kindergemeenteraad. Het is voor jou nu het laatste deel, hè, van je periode bij de Kindergemeenteraad. En je hebt nu advies gegeven aan de wethouders, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. We hebben advies gegeven over dat iedereen gelijk moet zijn, dat niemand gediscrimineerd moet worden en dat iedereen fijn moet kunnen opgroeien. En dat er een vertrouwenspersoon op school moet zijn of een juf die je 24/7 bereikt kan krijgen. Je bent nu 2 jaar heb je in de kindergemeenteraad gezeten. Hoe kijk je terug op die tijd? Hoe vond je het? Ik vond het heel leuk om mee te denken en ook de resultaten kunnen zien. Waarom is het leuk om in de kindergemeenteraad te zitten? Waarom heb je je toen aangemeld daarvoor? Mijn directeur zei al heel veel dat ik daarheen moest en dat je daar heel veel van kon leren. En dat je overal over kan meedenken. En wat hoop je dat de wethouders nu gaan doen met je adviezen? Dat ze hun gaan uitvoeren en dat ze dan, dat je dan ook verschil gaat zien in de stad. Ga je het ook volgen wat ze ermee gaan doen met die adviezen? Ja, ik blijf kijken naar de stad en wat er wordt veranderd. Nou zeggen heel veel mensen van politiek is saai en het was heel veel praten en zo. En nu je zelf in de kindergemeenteraad hebt gezeten, is dat ook zo of is politiek toch ook wel interessant? Ja, het is natuurlijk interessant omdat je overal over mee kan denken. Maar je moet toch blijven vergaderen en dan moet je wel praten. Ja. Waarom is het belangrijk dat je met elkaar blijft praten? Dan weet je samen wat je wil en dan kan je met meerdere mensen het over eens zijn wat je zou willen bereiken. En kun je dan ook, als je in gesprek met elkaar gaat, ook nog dingen van anderen overnemen? Dat je bijvoorbeeld dan denkt van, hé, dat is iets, dat wist ik nog niet. Ja, want we maken uiteindelijk 1 groot advies en daar baseren we alle meningen op. Tot slot nog eventjes, Kai, als je moet uitleggen waarom het leuk is om in de kindergemeenteraad te zitten voor kinderen die daarover nadenken. Waarom is dat leuk? Omdat, zoals ik al zei, dat je in de stad kan meedenken en veranderingen kunt zien. En mijn hoogtepunt was ook wel de Aleidazaal, dat je daar met de wethouders en iedereen in de zaal kon vergaderen en dat ze dan naar je luisteren. De kinderen hebben aangegeven dat ze het belangrijk vinden dat er ook wat gedaan kan worden met hun adviezen. Kan dat ook? Ja, ik geloof er absoluut in. Gelukkig snappen de kinderen ook, het is niet gelijk geregeld. Vandaar dat ik ook zo blij ben van, joh, stip op de horizon, stad in de toekomst, hoe ziet die dan uit? En de stappen waar ze aan denken, joh, hoe zorg je nou voor dat die voorzieningen meer dichter bij elkaar zijn? Dat de wijk er zo goed verdeeld is dat je ook niet ver hoeft te zoeken en dat je het ook allemaal dichtbij kan vinden. Ja, dat zijn allemaal mooie voorbeelden waar ik van denk, ja, daar kunnen we echt wat mee. Dus er zitten echt goede tips bij.
Is het ook belangrijk dat je een kindergemeenteraad hebt als stad? Ja, ik vind het wel. Ik denk, zoals we al eerder zeiden, ze hebben een andere blik. En ook die blik moet je echt naar luisteren en bekijken. En dat moeten we eigenlijk veel meer doen. Want het is ook vaak hoe ervaart een kind het. De veiligheid is belangrijk, maar ook dat ze veilig kunnen spelen. En dat soort vragen kun je ook best aan een kind vragen. Want zij kijken daar heel anders naar als wij, heel eerlijk gezegd.